Ik ben Willem van Beekhoven en vandaag toon ik jullie de Newmark NV. De Newmark NV wordt standaard geleverd met de volledige versie van Serato DJ. Het is een vierkanaal controller met een filter per kanaal, EQ, trim, zoals de normale controllers. Vier faders, één extra input voor een externe bron, cd-speler of draaitafel kan je gaan aansluiten. Werkt niet als mengpaneel op zich. Dus je moet altijd je computer verbinden om klank door je controller te hebben van de externe input. Je ziet vooral de displays op het toestel, die geven eigenlijk al de functies terug van Serato DJ. Dus je kan hier gaan schakelen gewoon tussen je waveform view, tussen je playlists en tussen je effect screen. Zoals alle Serato DJ controllers vind je ook de 8 pads terug per deck. Daar heb je al de standaard functies, 8 cue points die je kan zetten. De auto loop om een automatische loop te gaan instellen. Of als je nog eens drukt, de loop roll. De manuele loop. En natuurlijk de sampler. Tweede modus van de sampler krijg je de velocity sampler. Wat wil dit zijn? Als je gaat drukken op een pad, dan gaat het volume van de sample spelen naarmate hoe hard je drukt op de pad. En de laatste functie is tenslotte de sluicer functie. Verder vind je ook enkele functies die je alleen maar op de Newmark NV hebt en niet op de concurrentiecontrollers. Als ik een effect nu op aanraak, dan zie je dat die automatisch geactiveerd wordt zonder dat ik nog op de activatieknop zelf dien te duwen. Ten tweede heb je ook de filterrol. Als je deze knop induwt op de controller en je draait aan de filter, dan heb je automatisch een looprol. Ten slotte kan je ook nog je grids gaan aanpassen van je waveforms op de display zelf door middel van deze twee knoppen. Slip mode zit er natuurlijk ook op. Achteraan zien we dus als uitgang een gebalanceerde XLR aansluiting. Twee dus eigenlijk, links en rechts. Ten tweede heb je gewoon je Master 2 die op RCA of Kinch uitgaat. En dan heb je nog de boot uitgang die apart regelbaar is op de controller zelf. Hier heb je dus die extra input waar je een draaitafel of cd-speler kon op aansluiten. En ook een mic input op jack. De hoofdtelefoon aansluiting zit gewoon vooraan op het toestel.